Wie ben je? Ik ben Boudy Wiegers. En wat doe je? De grondlegger van de consentmethode. En de consentmethode gaat over hoe je op basis van gelijkwaardigheid met elkaar afspraken maakt en besluiten neemt. Waarbij alle stemmen gelden. Tegenwoordig zijn mensen erg mondig en mensen hebben overal een mening over. En accepteren eigenlijk niet meer zo dat de baas wel vertelt wat er gedaan moet worden. En het leuke nu is dat door gebruik te maken van de wijsheid van iedereen die betrokken is bij een bepaald project of bij een bepaald onderwerp, dat je tot een veel rijker besluit kunt komen. En als je dan ook nog consent bereikt, dat iedereen in staat is om het genomen besluit uit te voeren, dan wordt de betrokkenheid veel groter, de uitvoering gaat veel makkelijker, mensen komen afspraken naar. Dus het is een heel fijne manier van samenwerken. Waar ontstond de behoefte aan een dergelijk soort methode? Het is ontstaan bij mijn gezin thuis. Eigenlijk vanuit het democratisch onderwijs is het echt ontstaan. Daar ben ik bij betrokken geweest. Daar werd op deze manier gewerkt. Dat zijn particuliere initiatieven geweest van scholen die nog steeds bestaan. Wij zijn dat thuis gaan invoeren. Mijn kinderen waren toen 2, 4 en 7. En we zeiden van waarom zullen wij het besluiten? Waarom doen we dat niet met z'n allen? Nou, dat werkt fantastisch. Intussen zijn het de eerste is de deur uit en de andere 2 van 16 en 18 wonen nog thuis. We hebben geen conflicten thuis, omdat als zij iets willen veranderen, dan kunnen ze dat gewoon op de agenda zetten. En dan maak je daar afspraken over die voor iedereen werken. Dus daar is het vandaan gekomen. En tegenwoordig heb je allemaal zelfsturende teams. En die worden heel vaak in het diepe gegooid. Zo ineens is het van, en nou moet je doen, je krijgt hetzelfde aantal uren. Maar nu moet je ook nog jezelf gaan organiseren, je financiën op orde brengen. En met elkaar in een team gaan besluiten hoe je dingen wilt doen. Dat is niet ingewikkeld, het kan. Maar het is wel handig dat je even wat handen en voeten kunt geven aan zo'n proces. Hoe neem je dan zo'n besluit? Hoe kom je met elkaar tot het best mogelijke besluit? Het klinkt als buitenstaander, ik heb er natuurlijk nooit van gebruik gemaakt, maar klinkt als een tijdrovend proces vooral. Nou, het gaat om een vaardigheid, dus in het begin zal het best even wat meer tijd kosten. En ja, het klopt, om tot het besluit te komen, dat zal in heel veel gevallen wat langer duren. De uitvoering daarentegen gaat zoveel sneller, omdat alles doorgesproken is. Er is afstemming bereikt. Dus per saldo is het veel effectiever, omdat je niet weer 3 keer terug naar de tekentafel hoeft. Omdat je meteen hebt uitgespit van waar gaat het echt over en welk besluit moeten we nemen. Dus per saldo, hebben we ontdekt, is het veel effectiever dan de oude manier van werken. Maar is het altijd zo dat een groep, als ze samen het eens worden, dat die het meer bij het rechte eind hebben dan bijvoorbeeld iemand die verstand van zaken heeft en zegt van zo gaan we dat doen? Nou, we zijn in kringen wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Want iedereen heeft zijn eigen kennis en expertise. En het kan natuurlijk zo zijn dat iemand die op een bepaald vlak veel meer kennis heeft dan de ander, dat wel meer gewicht in de schaal legt. Dus het is niet zo dat je met z'n allen van niks weet en dan maar samen tot iets moet komen. Het gaat om een goede voorbereiding van een motie, zoals wij dat noemen. En ook het vertrouwen geven aan mensen die er verstand van hebben, dat die gewoon een waardevolle bijdrage leveren aan het geheel. Maar om het gezamenlijk besluit te nemen, om het wel samen te dragen, dan is het ook jouw besluit en word je wel mee verantwoordelijk. En dat maakt wel een verschil. Werkt het altijd? Mensen moeten op deze manier willen werken. Maar is dat niet zo met alles? Als iemand kwaad wil, dan kun je altijd wel dingen vinden waarom je ergens niet uitkomt. Dus de intentie moet zijn, wij willen hier samen uitkomen. En een kring, zoals wij dat noemen, een groep samen noemen we meestal een kring. Het is heel belangrijk dat ze samen een doel opstellen. Van wat is het doel van deze kring? Wat willen wij samen bereiken? En als je dan in een lastige situatie komt en je komt echt moeilijk tot een besluit, is het heel fijn te kijken van oké, jongens, wat was ook alweer ons doel? En het besluit dat we nu gaan nemen, draagt dat bij aan het realiseren van ons gezamenlijk gestelde doel. En dan kom je er gewoon uit. Het is een ander soort manier van tegen dingen aankijken, een ander soort manier van aanpakken. Vergt het ook training, oefening? Moeten mensen ervoor naar school? Of kan iedereen gewoon beginnen? Je kunt beginnen, het is wel een vaardigheid. Ik vergelijk het vaak met autorijden. Als je de eerste autorijles hebt, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, ik weet niet of je rijbewijs hebt, dan moet je sturen en je moet knipperlichten doen en je moet gas en rem en je hebt ook nog een schakelen. En oh ja, er is ook nog verkeer om je heen. En
eenmaal als je dat kunt en je hebt het vaak gedaan, ja, ik rijd nou met de grootste gemakauto. Ik hoef het helemaal niet meer bij na te denken. Nou, en dat is eigenlijk ook met de consentmethode. Het is eerst een vaardigheid die je aan moet leren. En als je hem eenmaal gewoon geïnternaliseerd hebt, dan gaat het gewoon zo vanzelf. En het is zo'n lekkere manier van samenwerken. Mijn kinderen zeggen ook van, het is zo irritant als we in een bijeenkomst zitten en iedereen praat maar door elkaar. Want hier laat je elkaar echt uitspreken. Je luistert naar elkaar met een open blik. En dus het is een vaardigheid. Niet moeilijk, maar wel eventjes tijd besteden ook om het je eigen te maken. Waarom ben je hier vandaag? Nou, Permanent Beta dagen zijn erg leuke dagen. Ik ben hier al voor de 5e keer, denk ik. En het is heel inspirerend. Je komt allerlei soorten mensen tegen. Je doet veel nieuwe dingen, hoor je. Dat vind ik leuk. Er zijn veel mensen aan het experimenteren. Om daar deel van uit te maken en om dat aan te horen. Ja, je brengt mijzelf weer op nieuwe ideeën. Er komen hier heel veel leuke mensen. Ook uit allerlei verschillende disciplines, dus het is heel erg geïntegreerd geheel. Dus het zijn gewoon feestjes om naartoe te gaan. Dus elke keer is het leuk om hier weer te komen en elke keer is het weer verrassend. En ik neem ook aan dat je hier veel mensen tegenkomt die openstaan voor zo'n het verhaal wat jij vertelt. Dat denk ik wel, want anders kom je niet naar zo'n dag. Dat klopt. En dat is dus ook de bodem waarop de verandering plaatsvindt. Dat zie je overal in het land. Je hebt een aantal van die grote initiatieven die echt de boel aan het veranderen zijn. Ik denk dat Permanent Beta daar een heel goed voorbeeld van is. En dat het heel hard nodig is. Waarom? De wereld zoals die is, kan niet meer doorgaan. Ik denk dat echt, we zien het hoe het met banken gaat, hoe het met onderwijs gaat, hoe het met ziekenhuizen gaat. We zien gewoon dat het oude heeft heel goed gewerkt, is heel erg belangrijk en fijn dat het geweest is. Maar de boel is nu zo snel aan het veranderen. En dat vraagt een andere organisatiestructuur, dat vraagt andere manieren van nadenken. En dat vraagt zeg maar ook de power om los te laten en het lef om het anders te doen. Nou, en als je dan gelijkgestemden ontmoet die dat ook durven, die dat lef laten zien, ik denk dat dat heel helpend is om het te versnellen. En dat is ook volgens mij heel erg nodig. Wanneer ga jij vandaag tevreden naar huis? Ik ga zo meteen nog een workshop geven. Als de mensen in ieder geval getriggerd zijn, heel veel vragen hebben en meer willen weten, zodat ze echt weer over iets gaan nadenken, dat dingen gaan malen, dan ga ik heel tevreden naar huis. Succes, dankjewel. Dankjewel. Tot zover.